ministerie van Volksgezondheid heeft in samenwerking met de Voedsellandbouworganisatie van de VN en het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg nationale voedingsrichtlijnen opgesteld. Deze zijn op vrijdag 16 december samen met de nieuwe voedingspyramide gelanceerd in het Courtyard by Marriott Hotel. Het voornaamste doel is dat de nieuwe protocollen bijdragen aan de keuze voor gezonde voeding als ook een gezonde leefstijl. We zijn vandaag hier om de lancering te doen van de nationale voedingsrichtlijnen van Suriname. Lijkt voor de samenleving belangrijk om te weten dat het ministerie van Volksgezondheid zich gecommitteerd heeft om alle interventies die noodzakelijk zijn om de samenleving bewust te maken van de risicofactoren voor chronische ziekten. Dat wij alle interventies daartoe zullen ondersteunen en zullen voorbereiden om onze samenleving te motiveren om te gaan richting een gezonde leefstijl, met als gevolg uiteraard dat ziekten minder snel optreden, minder vaak optreden. Ziekten zullen altijd optreden, maar dat wij wat niet nodig is kunnen uitstellen of dan we kunnen elimineren. En een aantal, u weet, 76% van de sterfte in Suriname is te wijten aan chronische ziekten. Hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, suikerziekten, gerelateerde complicaties. Al deze zaken vallen onder de noemer NCD. En er zijn een aantal risicofactoren. Obesitas, overgewicht. Het weinig bewegen, dus bewegingsarmoede. Het gebruiken van schadelijke stoffen voor onze gezondheid, zoals tabak, alcohol en andere. Maar ook voeding. Een van de zaken, en we hebben de afgelopen periode, als u hebt gekeken, hebben we aanzet gegeven tot diverse dingen. We zijn bezig met de wijziging van de tabakswet. We zijn bezig met het Hartsinitiatief, wat de president zelf heeft gelanceerd, waarbij we meer focus gaan leggen op een strikte controle van hoge bloeddruk en suikerziekte. We zijn bezig met het stimuleren van beweging door de Safe Exercise Area, door Open Air Gym. We hebben diverse pogingen ondernomen. Dus we zijn nu bezig ook vanuit het ministerie. Dat wat eerder is gecreëerd is een basis, was er een workshop in 2015, waar landelijk is nagedacht door deskundigen over hoe goed eten we, hoe gezond eten we. En het was heel slecht, de status, wat toen geconstateerd was. We hebben het opgepakt en we zijn gaan werken aan het vernieuwen van onze richtlijnen, of althans het creëren van richtlijnen, want we hadden geen nationale richtlijnen, maar we hebben ook wel een oude voedingspyramide die net is gepresenteerd, welke we zijn gaan vernieuwen. Hoe valide zijn die dingen nog? Hoe goed zijn ze nog? En zijn ze toepasbaar op dit moment in Suriname? Nee. Dus we zijn gaan werken en uiteindelijk zijn we gekomen tot dit mooie product. Dat zijn dus de voedingsrichtlijnen voor Suriname. En waarbij we zeker niet moeten, dit zijn dus de 10 voedingsrichtlijnen in Suriname, en waarbij we niet moeten vergeten onze nieuwe voedingspyramide. De bedoeling is dat wij ons bewust zijn ervan dat niet iedereen te alle tijden alle richtlijnen zullen kunnen opvolgen. We praten over toegang tot voedsel, we praten over toegang tot veilig voedsel, we praten over toegang tot gezond voedsel. Maar nu weten we dat natuurlijk niet iedereen te alle tijden kan beschikken hierover. Dus we gaan proberen met de totstandkoming en de lancering van de richtlijnen om zoveel mogelijk dit uit te gaan laten pakken naar de samenleving. Om nog verder op maat projectprogramma's te gaan schrijven voor de samenleving. Ik neem aan bijvoorbeeld dat deze richtlijnen geïmplementeerd worden op scholen. Toch? Waarbij we zeggen van onze kinderen moeten dit nu leren. Dit is verouderde informatie, maar nu gaan we dit moeten gaan incorporeren in het natuuronderwijs op diverse scholen. Maar dit kan ook, en ik heb net gevraagd, feitelijk zouden alle bedrijven in Suriname nu, en wat gaan we ook doen, we gaan met ze aan tafel zitten, dit gewoon moeten adopteren voor hun bedrijf. De overheid natuurlijk als grootste werkgever, maar ook het bedrijfsleven, de bank, iedereen, noem het maar op, zal moeten gaan begrijpen dat het opvolgen van deze richtlijnen er zeker toe zullen bijdragen dat wij veel gezonder zullen gaan eten, voeding zullen consumeren, maar niet dat alleen, het maakt ons ook gelukkiger. We krijgen hiermee ook het advies om 8 glazen water te drinken, om te gaan bewegen, dus niet alleen voeding, maar het is een integraal pakket aan adviezen die gegeven worden aan de samenleving. En ja, het is natuurlijk de keuze van een individu om ze op te volgen. Maar wij hebben dus dit gecreëerd, het is evidence-based. En dat wordt ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid, BOG en andere instellingen. En ik dank natuurlijk de PAHO, FAO, BOG,
voor hun bijdrage hieraan. En de bedoeling is, er is ook een wegwijzer, de bedoeling is dat wij dit gaan, verder gaan bespreken met de diverse actoren binnen de samenleving. Is er dan ook in het plan om een samenwerking aan te gaan met het ministerie van Onderwijs, aangezien u zegt dat de piramide is aangepast en dergelijke? Ja, niet alleen onderwijs, ik denk ook LVV, omdat daar is het verantwoordelijke ministerie voor de productie van voedingsmiddelen voor de samenleving, veilig en gezond. Maar ook het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid omdat, en Jeugd, omdat die ook natuurlijk kan helpen om deze richtlijnen te laten doorsijpelen naar al die arbeidsplekken waar mensen toegang hebben tot die informatie. En we gaan natuurlijk een beroep doen op de media om zoveel mogelijk ook te ondersteunen voor wat betreft het bekendmaken. We hebben een mooi filmpje daarnet gezien. Dit is gewoon de informatie die mensen nodig hebben. En uiteraard is er nog meer, want ook toegang tot adviezen door professionals moet beter georganiseerd worden. We weten dat de diëtisten bijvoorbeeld de deskundigen zijn op het gebied van voeding. Maar we weten ook dat je daarvoor moet betalen. Toch? Dus in de reparatie van de Baso-wet wordt ook dus het aspect van voeding, fysiotherapie en andere zaken meegenomen. Waarbij die drempel, want het is een drempel voor mensen. Als je geen geld hebt, kom je niet bij een diëtist terecht. Dan moet je nu betalen. En misschien kan je het wel declareren elders, maar heel veel mensen kunnen niet, hebben geen toegang tot de diëtist. Dus we gaan dat ook moeten aanpakken, want het moet een comprehensive approach zijn. Dus voeding is enorm belangrijk. We scoren regionaal heel slecht op het gebied van nutrition. Als je gaat kijken naar de cijfers, we hebben geen richtlijnen, dus nu hebben we het. Dus we gaan weer een puntje omhoog. We hebben geen nieuwe voedingspyramide, nu hebben we dat, gaan we omhoog. Maar deze richtlijnen moeten ertoe bijdragen dat mensen ook inderdaad vanaf jongs af aan leren, kinderen en volwassenen, ook leren om bewuste keuzes te maken. Zoals ook genoemd hier, de voedingsrichtlijnen zijn een hulpmiddel. Het is niet dat gaat veranderen. Het is een hulpmiddel, een tool die is bedoeld om gezonde voeding en leefstijlkeuzes te bevorderen onder Surinamers. Dus wij gaan zelf die keuze moeten maken. Kiezen we vandaag voor de fastfood of kiezen we vandaag voor een portie groente en fruit? Ja? Kiezen we voor een patat barbecue bout of pasta of kiezen we voor een gezonde salade. Het moet in balans zijn. Ik zeg niet dat wat ik heb genoemd niet mag, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat wij moeten beseffen dat we een balans moeten gaan hebben in het leven. En natuurlijk mag je een keer een pasta gebruiken of een patatfriet of een frietje met kip, gebakken kip. Maar je gaat wel ergens een keuze moeten maken van hé, dan moet ik wel bewegen. Dan moet ik ook proberen om geen tabak en alcohol te gebruiken, want het moet een beetje in elkaar in balans zijn. Dus ik ben enorm blij en ik feliciteer de Surinaamse samenleving met de totstandkoming van de richtlijnen. En wij gaan verder vanuit het ministerie om dit gewoon verder door te laten sijpelen naar de rest van de samenleving. De richtlijnen zijn eigenlijk divers. Die gaan over bijvoorbeeld het drinken van minimaal 8 glazen water per dag. Het gebruik van meer kruiden in plaats van zoute smaakmakers. Gezamenlijk eten en gezamenlijk koken. Het gebruik van minder suiker en suikerhoudende producten. Eigenlijk zijn het een aantal richtlijnen die net zijn gepresenteerd en uitgelegd. Kortom, u gaf aan ook tijdens uw loopbaan komen er mensen binnen. De bevolking begrijpt soms nog niet waaruit zout echt bestaat. En u gaf dat een paar keren aan. Kunt u dat in het kort uitleggen ook aan ons? Nou, zout bestaat uit 2 bestanddelen, natrium en chloride. En natrium is eigenlijk datgene, dat deel van zout, dat zorgt dat de bloeddruk daardoor verhoogd wordt als u een teveel daarvan gebruikt. En wat dus het gevaar is bij het koken, is dus als je met zout kookt en je doet bijvoorbeeld zout vanaf het begin in de pot. Hè, wij doen bijvoorbeeld vanaf het begin blok in de pot. En dat gaat dus bij het bereidingsproces, komt er dan damp vrij, waterdamp. En waterdamp neemt dan chloride mee. Maar dat natrium, dat blijft juist achter in de voeding. En chloride is juist de smaakmaker. Dus wanneer je dus bezig bent te koken en je proeft tussendoor, dan denk je van, hé, er is niet zoveel zout. Want chloride is met waterdamp, waterstof eigenlijk weggegaan. En dan ga je dus meer zoute smaakmakers aan toevoegen.
blok, meer blok, meer zout, meer aromat enzovoorts, wat we allemaal doen. Maar behalve dat we dat doen, gebruiken we ook vaak zoute ingrediënten. En dan denk ik bijvoorbeeld zoute vis, zout vlees, varkenstaart, dus gerookte kip, dat soort producten. Als je dat allemaal ook nog erbij doet, plus de zoute smaakmakers, dan heb je netto veel te veel zout, met name veel te veel natrium, heb je dan binnen gehad. Hoe ziet u de drempel dat men vaak heeft, of tenminste de barricade dat men vaak heeft om naar een diëtiste toe te stappen in de gezondheidszorg? Nou, ik moet niet jokken voor u. Ik vind dat het de laatste tijd wat laagdrempeliger is geworden. In de zin dat mensen dus nu zelf, zonder een verwijzing zelf van de huisarts, bij ons langskomen. En dan vragen ze van, soms van, ik wil toch wel mijn voedingspatroon laten screenen door u. En dat vind ik toch wel een vooruitgang. Je hebt wel nog mensen die denken van ja, ik durf niet naar de diëtist te gaan. Want die gaat me een heleboel restricties opleggen en dingen die ik niet mag gebruiken. Maar de diëtist is er juist. Niet alleen om te zeggen wat u liever niet mag. Maar ook om te zeggen wat u wel mag of wat u in de plaats mag. Dus dat is daar ook heel erg belangrijk voor mensen om te weten dat de diëtist er is. Om je te helpen. Om de juiste keuzes te maken en dat het toch nog lekker is en lekker blijft. Ja. Heeft u een advies of een boodschap voor de gemeenschap nu op dit moment? Nou, het advies is probeer, eigenlijk weet de gemiddelde mens wat gezond is. Nu ga je het dus moeten uitvoeren, dus dat is punt 2. En daar zit de moeilijkheid in om het tot uitvoer te kunnen brengen. Als dat moeilijk is, dan kan de diëtist natuurlijk altijd ook bij helpen. Maar ga bij uzelf eerst na van heel kritisch, doe aan zelfreflectie. Van als ik nu heel kritisch naar mezelf kijk, wat doe ik verkeerd in mijn dagelijks voedingspatroon? En dan ga je vanzelf zien van hey, ik drink misschien te veel sappen, te veel soft. Probeer dat alvast zoveel als mogelijk te vermijden. Of ik gebruik te veel tussendoortjes, te veel snacks, te veel ongezonde dingen. Of ik koop te vaak eten buitenshuis. Weet u dus, ga eerst goed bij jezelf na wat je verkeerd doet. En werk daaraan. Want ik denk wel dat iedereen wel weet wat gezonde voeding is. Hè? Dus ga het bij jezelf na wat je verkeerd doet. En probeer dat dan aan te passen.